Nou, we hebben daar eigenlijk een klein beetje het paradepaardje van Royal van Zanten staan. Dat heet het Charmelia. En onlangs hebben wij de paarse variant geïntroduceerd. Dus daarvoor ben ik dan ook veel op reis. Ga ik kijken van hoe valt dat in de markt? Kennen mensen het al? Is daar behoefte aan? En nou, gelukkig hebben we hem hier staan dat ik hem ook aan jullie kan showen. Dit is eigenlijk de paarse Charmelia. Hij heet ook Charmelia Purple. Wouter Jonkind studeerde ook aan het Welland College en is inmiddels aan het werk als marktmanager voor een groot exportbedrijf in Rijzenhout. Je maakt heel wat mee, ik ben heel wat onderweg en het is heel gaaf om alle verschillende culturen en manieren van bloemen, ervaringen te kunnen onderzoeken. Wat vind je het mooiste in je vak? Ik denk het contact met die culturen, zeg maar. Kijken waar liggen de mogelijkheden, mensen leren kennen, bedrijven leren kennen, landen leren kennen. Dat past gewoon heel goed bij mij. Hij had veel baat bij de samenwerking tussen zijn school en de lokale groenbedrijven. De bedrijven uit het Groen Onderwijscentrum zie je vaak terug op open dagen en op evenementen zoals Green Unplugged. Daar deden wij toen ook aan mee. Je kent de bedrijven een beetje, je weet ook wat voor bedrijven er in de buurt zijn. En je leert ook al meelopen in het arbeidstraject. Dus dat is altijd goed om van daaruit je stap op een gegeven moment te maken naar het werkende leven, om het zo maar te zeggen. Mijn ambities zijn vooral dat ik het naar mijn zin moet hebben. Dat vind ik erg belangrijk. Ik vind het heel erg leuk wat ik nu doe. Ik ben nog maar 25, dus op zich, ik heb nog geen torenhoge ambities. Maar ik zou wel op een gegeven moment graag een managementfunctie ambiëren, zeg maar, binnen een bedrijf. Ik ben echt een aalsmeerder, om het zo maar te zeggen. Geboren en getogen, mijn opa was kweker en mijn vader heeft ook zeker een binding met het groene wereldje. Dus ik blijf wel in een groene wereldje. Ja.